Ja, daar komt hij. Deze meneer die krijgt controle. Leuk. Nou, liggen we hier, worden we weer gespot. Ja, mooi hè. Mooi schip hoor. Wat zei je nou? Staat hij niet in de woonkamer? Nou ja, hij stond vorige keer in de woonkamer, weet je dat nog? Wilde ik hem oplaten. Toen dacht hij dat hij voor ik stond, vloog tegen het plafond in de woonkamer op. We gaan vertrekken. We gaan los en we gaan naar het Veerse Meer. Goedemorgen. Heerlijk weer. En we gaan. Bij Roompot Marina. Wat was het gezellig. De baas gooit de touw los. Mooi hè. Ja, let's go. Mooie haven. Alleraardigste havenmeester Brian. En onze vrienden Ron en Sue. Gisteren een gezellige avond gehad. Heerlijk gebarbecued. Op de borrelboot. En nu gaan we richting het Veerse Meer. Nou, wapper de wapper. Kijk, plaatje toch? Die kant gaan we op. Nou, de kapitein zat achter het roer. Maar ja, even zo. It's all in our hands, this life of time. Let's give unto us all. It gathers round each night, each morn. We watch it pass and grow. It is all in our hands, it is all in our hands. With every field and rising. Zo. Goedemorgen. Alles loopt naar wens. Dat is heel fijn. Off we go. Prima, de motoren lopen ook goed. Nou, mooi. Alles is lekker rustig. Alles doet het naar wens. Alles doet het naar wens. Geen storing, geen alarm. Nou, mooi. Op naar de Zeelandbrug. Ja. Nou, het is heerlijk weer. Dus ik ga even aan de koffie. We hebben een. Je hebt wat verloren onderweg. We hebben wat verloren onderweg. We hebben een. Ja, we waren aan het filmen. Hadden we erg in toen we weggingen. Nee. Maar we zijn een grote balvender verloren. Ja. We hebben
hebben net met de verrekijker gekeken, maar we zien hem drijven. Ja, want ik heb een hele goede verrekijker. Echt waar, serieus. Ik zie een hele grote. We hebben deze verrekijker. Maar hij is echt daar. Van de kijkerspecialist. Die hebben we toen gekregen. En daarmee hebben we hem gezien. Hij glimt ook heel erg. Misschien omdat jij hem schoongemaakt hebt. Ja, hij glimt echt mega. Diana die keek net en die vendel die miste hem. Dus we gaan even een stukje terug. Ja. Even een vendetje ophalen. Nou, volgens mij is dit gewoon. Ja, daar ligt hij ook. Kan niet missen, ergens in de verte. Nou, dat is wel fijn. Nou, daar komt hij. Ja, daar komt hij. Ja, je moet rennen, want hij gaat mee. Ik heb hem. Yes. Hij is wel schoon. Hij is wel schoon, ja. Nou, die hebben we. Je hebt je vriendje weer binnen. Waarom zou je nou opeens een seintje krijgen dat je naar buiten moet? Ik denk, ik moet even naar buiten kijken waar vendors binnen zijn. Ja, mooi hè. Nou ja. Zat natuurlijk weer te werken. Ja. En toen dacht ik, nou ja. Bezig met de papieren van de Gibraltar. Ja, dus ik dacht, nou. Ja, we hebben hem weer. We hebben hem weer. Nou, de verrekijker was onze redding. Ja, echt. Hè? Ja. Was echt onze redding. Ja, dat komt omdat hij stapel zit. Verrekijker van de kijkerspecialist, bedankt hè. Want anders hadden we hem echt niet kunnen vinden. Nee, echt was echt top. Nou, Vendor weer binnen en de motoren lopen ook lekker. Alles goed gerepareerd. Ik ben net even wezen kijken. Alles perfect. Geen storingen. Dus de reparatie is ook geslaagd. Dus we gaan nu op naar het Veerse Meer. Rechtsaf naar de Zandkreek sluis. Kats. De Zandkreek sluis, de End Your Life.
We liggen in de sluis. De zandkreeksluis. Er zijn nog meer bootjes. De sluis zal zo wel dicht gaan. Dan zijn we op het Veerse Meer. Kijken of we ergens een ankerplekje kunnen vinden. We liggen goed vast. Eén touwtje. Rommelen maar. Nou, goed voorbeeld in de sluis. Dat deze nou had aangesloten. Dan had die meneer daarachter niet ergens opzij hoeven te gaan liggen. Of hier ook even aansluiten. Een heel gat tussen. Dus ga altijd aansluiten in de sluis. En als je als eerste bent, ga vooraan liggen. Voorbeeld. Deze meneer had ook nog een meter of 10 vooruit gekund. Daar zit ook weer een gat ertussen. Ik zeg net, als we nou allemaal aansluiten, hoeft die meneer niet opzij. Nee, dat is plek zat. Nou ja. Gaan zakken. Niet zien. Even naar achter laten zien. Zeg ook, het is onwijs lekker weer, dus geef ze ongelijk. Ja, het is echt niet normaal druk zo. Ja. Jachthaven. Jachthaven. Leuk hier hoor. Nou, hier gaat een pontje voor mij over. Leuk hoor. Nou. Kom op de fiets. Eilandjes. Een soort van appartementen. Houten appartementen, een soort chalets. En een kampong. Ruimte zat. Water zat. Kijken of we een plekje kunnen vinden. Allemaal mooie ankerplaatsen en lichtplaatsen. Eilandjes.
Nou, deze meneer die krijgt controle. Leuk. Nou, je vaartbewijs. Je hebt wat gevaren. Bla 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 bla. Leuk hoor. Nou, gaan we hier maar ankeren. Gaan we hier maar ankeren. Nou, die liggen in het water. Voor mij pakt hij wel. Maar hij ligt precies goed. Ja, de ketting gaat goed naar beneden. Nou, dan doe ik weer mijn ankerfoefie. Deze doe ik door de ketting. Dan ga ik hem iets laten zakken. Zo. Dan leg ik hem hier omheen. Ja, dan is de spanning van het anker af. En dan hangen we aan het touw. En dan is het lekker rustig. Dan horen we geen geknassen in de ankerkluis. Helemaal top. Nou, mooi plekje. Gaan we even de ankerboei ophangen. En dan gaan we een beetje genieten van het weer. Dus, lekker veel ruimte. Dus we kunnen lekker van de zon gaan genieten. Nou, even de machinekamer controleren. Dat is natuurlijk de eerste vaart na onze reparatie. Samen met Ron. Dus even kijken of alles in orde is. Nou, de koppeling zit nog vast. Geen rare dingen. Dus helemaal top. Ja, mooi uitzicht. Dan ga ik even een duikje doen. Echt mooi hier. Nou, even de contacten uit. De machinekamer is top. Ik heb gisteren nog even schoongemaakt en aangedweld na de reparatie. Dus nou, we kunnen er weer tegenaan. Dat was in ieder geval beter als of een monteur wachten. Tot Juttemus. Er zijn geen monteurs beschikbaar, dus kom mooi uit als je zelf een monteur bent. Helemaal top. Nou, alles is in orde. Dus we kunnen verder genieten van ons seizoen. Ja. Toppie.
Nou, liggen we hier, worden we weer gespot. Ja, mooi hè. Mooi schip hoor. We zijn vanuit Dordt hierheen gekomen. Ja, helemaal uit Dordt. Ja. Ja, maar met dit kan je goed doen hè. Nee, maar wij hebben een week in de Roompot gelegen bij Ron. Oh, bij Ron? Ja. Ja, die had... Ja. Douchie. Ja, douchie John. Heeft precies dezelfde. Echt mooi. Hij kan goed varen, dat zie ik al. Ja, die aan gaan een vlaggetje weggeven. Ja, ik vind het gewoon leuk. Vlaggetje weggeven. Ja. Heel erg. Hij kent ook Ron. Ja. Hij kent ook Dries. Ze komen uit Goes. Ik vind het echt super leuk. Nou, daar komt hij hoor. Geen stress. Wij hebben never stress, hè? Nee, geen stress. Komt helemaal goed. Gaat helemaal goed. Zal ik hem even? Ja, dat geeft niet. Gaat helemaal goed kijken. Nou, daar komt hij, hè? Helemaal goed, super man. Kom op, hè? Jovi, hè? Nou, Jovi. Ik zag het goed nu, hè? Ja, zeker. Dat is super leuk. Ja, ook de binnenvaart. Ja, ook oh, hoor. Achteruit. Ja, hé, hey, maar je gaat de binnenvaart in. Oh, binnenvaartschipper. Oh, wat leuk. Oh, wat leuk. Joh. Bij Oh, wat leuk. Oké. Okay. Hé, hey, wat tof. Ja. Oh, vandaar dat je zo goed kan varen, joh. Het zit gewoon in je bloed. En hoe heet je vader en moeder? André en Belinda. André en Belinda. Heel leuk om kennis gemaakt te hebben. Ja, helemaal leuk. Nou, we vonden het zo leuk. Ja. Ja. Dus nou en vlag, hè? Dat komt. Ja. Oh, maar ik maak even een foto. Wacht even. Ja, leuk. Nou, Belinda. Ja, maar goed. Hey, lachen. Ja, leuk. Top. Dankjewel. Heel leuk om kennis gemaakt te hebben. Helemaal leuk. Oké. Okay. Oh ja, tuurlijk. Ja. Oh ja, dat is wel leuk natuurlijk. Oh, wacht even. Als jij hem dan iets zo vaart, neem ik even een selfie. Is dat leuk? Ja. Ga je wel een foto met ons? Ja, nou dat is toch leuk. Ga maar doen. En net is het ook gelukt, dus... Helemaal goed. Dankjewel. Dus dat... Ja. Hey, veel plezier. Ja, jullie, ja, ook, jullie hè? Ook hè. Hey, doei doei. Doei. Je kan lekker varen. Heel leuk. Even zwemmen. Nou, succes. Even zwemmen. Eén de tweeën. Eén de tweeën. Het is ook koud water, hè? Eén de tweeën. Hoep tegen. Lekker hoor. Zo, dat was lekker. Mag ik ook duiken? Ja, even wachten. Het water is niet zo koud, hè? Het is een beetje brak. Een beetje brak water. Ja, het wordt een mooie zonsondergang.
Huh? Lekker gelegen. Morgen wordt 30 graden. Ja, zoiets. Even lekker dagje. Dadelijk nog even mijn drone oplaten. Die staat, staat te wachten op mij op voordek. Oh. Als het zonnetje. Als het zonnetje echt gaat zakken, dan. Wat zei je nou? Staat hij niet in de woonkamer? Nou ja, hij stond vorige keer in de woonkamer, weet je dat nog? Wilde ik me oplaten. Toen dacht hij dat hij voor ik stond, dan vloog hij tegen het plafond in de woonkamer dan. Vond hij niet zo leuk. Nou ja, hij staat daar op mij te wachten. Dan leg ik ook tegenover het Fletcher Hotel. Morgen ontbijtje doen? Of ga je een lekker ontbijtje voor mij maken? Ja hoor. Ja hè, ik heb zo'n lieve vrouw. Ik doe alles voor je. Ja. Dat is echt waar hè? Dat is echt waar. Ja. Het is gewoon zo. Is ook zo. Je doet alles voor mij. Alles goed voor je. Ja. Ja, achter ons liggen ook nog een paar bootjes. Ja, dan zitten daar ook wat jongelui. De muziek. Wel gezellig. Ja. Nou, en dan. En rust. Zo. Kijk precies tegen de zon in. Nou, vond je dit leuk? He? Geef een duimpje. Nou, abonneren. En, abonneren en like. Liken, abonneren en blijven kijken. Ja, wij vinden het leuk als je kijkt. En volg ons op Facebook, hè? Instagram, Facebook. Want wij lopen altijd een paar vlogs achter. Maar op Facebook en Instagram. Kan je een beetje volgen wat we doen. Ja. Niet de hele dag door. Nee, niet de hele dag door. Maar als je ons echt een klein beetje wil volgen, onze route. Dan kan je op Facebook, internet, dan zijn wij up-to-date. Ja, wij vinden het heel leuk dat jullie kijken. Ja. En we proberen op alle berichtjes antwoord te geven. Ja. Doe echt ons best ja, voor. En abonneren hieronder. Ja, want er is nog wel ook te winnen, zeg ja. Maar. Ja. 50% is nog niet geabonneerd. Nee. Maar leuk dat jullie kijken en hopen dat je het leuk vindt. En doei! Doei! Some weed.